Ja, uit onderzoek blijkt dat wiet helemaal niet slecht is voor je IQ. Dat zei ik al lang. Ja, maar mijn IQ is bijna 3000, Soji. Yeah. Clear enough for you. Yeah, right. Yeah. My niggas look mad. Right. Y'all supposed to be happy on free. Y'all niggas look like y'all wanted me to stay in jail. Oh, busters. Picture me rolling. Want ben je elke dag stoned? Nee, dat niet, helaas. Hoeveel dagen per week? 7. Dat is elke dag. Nee. Toch? Ja, ja. Die onderzoek is niks. Je kan niet, hoe kan je dommer worden van wiet roken? Mm-hmm. Nou, hebben wij altijd geweten natuurlijk dat jij gewoon hartstikke slim bent. En om het onderzoek een beetje te bewijzen, hebben we wat opdrachten bedacht. Om te laten zien hoe hoog je IQ is. Okay. Ik heb hier 2 zakjes wiet voor je. Silver haze en grapefruit haze. Dit is 4 gram. Dit is 2 gram. Hoeveel moet je betalen om deze zakjes van mij over te kopen? 12 keer 4. Dat is 48 euro. 2 gram keer 9 euro. Oh fuck. Maar dat maakt niet uit voor de som. 18 euro. Ja. Oké. Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? 21. Zo, doet hij eventjes. Doet hij. Is het goed? Ja. Nee, serieus. Ja, ik zeg, is goed. Oh. Laatste. Spel het woord cannabis. C-A-N-N-A-B-I-S. Ik weet het niet, nigga. Ik weet het niet. C-A-N-N-A-B-I-S. We maken het wel iets makkelijker. Doe maar wiet. W-I-E-T. Nou, ik vind dat je het best goed gedaan hebt, Sydney. Hey, maar je moet die shit ook vegen, hè, G. Shit vegen? Ja, die vuurwerkbom, confetti. Oh. G, hier ook nog een pissie, toch, G? Ja, G, ja.